Dan kunnen we nu verder gaan met de derde vraag. Dat is de vraag van Jan de Vries van het CDA aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat met de lage bijdrage, eigen bijdrage aan de AWBZ de overheid vele miljoenen kan kosten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. 53.000 gehandicapten, ouderen en anderen die in een zorginstelling verblijven hebben vorige maand een verkeerde beschikking voor het vaststellen van hun eigen bijdrage ontvangen. Voor al deze mensen is de bijdrage te laag vastgesteld. Het gaat soms om honderden of duizenden euro's per jaar. Een mooie meevaller, zo zou je zeggen. Maar helaas, het Centraal Administratiekantoor heeft inmiddels de fout ontdekt en gaat nog deze maand, aldus hun website, een nieuwe beschikking sturen. Een beschikking waarbij wel de gegevens over de buitengewone uitgaven zijn meegeteld bij het bepalen van het verzamelinkomen. Mevrouw de voorzitter, ik heb daarover de volgende vragen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat opnieuw op deze grote schaal fouten worden gemaakt bij het vaststellen van de eigen bijdrage? Had het Centraal Administratiekantoor niet zelf kunnen ontdekken dat de gebruikte gegevens niet klopten? En mevrouw de voorzitter, als de bijdrage niet opnieuw wordt vastgesteld, scheelt dat de overheid tientallen miljoenen aan inkomsten. Maar hoe zit het met de rechtszekerheid van die 53.000 ouderen en gehandicapten? Zij ontvingen tenslotte een beschikking met daarbovenop het woordje definitief. Mevrouw de voorzitter, veel ouderen en gehandicapten hebben misschien inmiddels hun bestedingspatroon wel aangepast aan die lagere eigen bijdrage. En dat is begrijpelijk. Maar wat betekent dat voor hen als zij straks alsnog met terugwerkende kracht een hogere eigen bijdrage moeten betalen? Het Centraal Administratiekantoor zegt dat een betalingsregeling mogelijk is. VG-Belang wil met de staatssecretaris in gesprek over een acceptabele regeling. Onze vraag is, wat gaat u doen, mevrouw de staatssecretaris, om te voorkomen dat veel ouderen en gehandicapten door de fouten van het CAK in financiële nood komen te verkeren? Dank u wel. Dan kan ik het woord geven aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Helaas klopt het dat bij het berekenen van de eigen bijdrage voor de AWBZ voor bewoners van instellingen voor 2009 bij maximaal 53.000 cliënten de eigen bijdrage niet goed is vastgesteld. Dat betekent dat in de beschikkingen die in januari 2009 zijn verzonden ook een te lage eigen bijdrage is vermeld. Dat is niet de schuld van het CAK, maar dat komt omdat het CAK niet in alle gevallen de juiste en volledige gegevens over de buitengewone uitgaven heeft ontvangen van de Belastingdienst. De vraag is vervolgens, wat gebeurt daarmee? Op het moment dat het CAK dat heeft vernomen, heeft zij contact met mij opgenomen en is er ook direct contact gelegd met de Belastingdienst en met mijn collega van Financiën. Er is toen samen, zowel door de Belastingdienst als door het CAK, is de voorvarend opgetreden, zodat verzekerde duidelijkheid wordt verschaft over de juiste hoogte van de eigen bijdrage. Deze week krijgt het grootste deel van de groep mensen die het treft een brief. In ieder geval, deze week krijgt iedereen een brief, maar het grootste deel heeft die brief gisteren of vandaag al ontvangen. Daar zit ook een nieuwe factuur bij over de maand januari, waarin zij het resterende bedrag alsnog moeten betalen. U verwees naar de organisatie VG-platform, die zich wilde dat wij alle cliënten een brief zouden sturen. Dat is gebeurd. Ik zeg overigens dat het niet klopt, wat ook op hun website heeft gestaan, dat dit bedrag niet meer teruggevorderd zou kunnen worden. Daarover is ook overleg geweest met de landsadvocaat. Dus het bericht op de website van VG-platform dat het VWS vele miljoenen zal kosten, is onjuist. De verzekerde is namelijk gehouden om die bijdrage alsnog te betalen. Het is gebruikelijk dat indien onjuiste gegevens gebruikt zijn voor een beschikking, dit gecorrigeerd kan worden. Dat betekent dat mensen deze week een uitleg krijgen en een nieuwe beschikking voor februari en wat ze eventueel nog voor januari moeten betalen.
En dat daar de mogelijkheid is voor cliënten die dat niet in één keer kunnen betalen, om daarvoor een betalingsregeling te treffen. Ik hecht er aan om aan te geven dat wij, toen wij doorkregen dat er een fout in de gegevens was gemaakt door in de informatie die door de Belastingdienst was aangeleverd, dat er zo snel en zo goed mogelijk is gehandeld als ook maar denkbaar was, om ervoor te zorgen dat in ieder geval de beschikkingen die verstuurd zouden worden voor februari, dat die in orde zijn. En gelukkig kan ik u zeggen dat ik ervan uitga dat de gegevens die we nu hebben, dat die op orde zijn. Dit is een van de thema's, voorzitter, die ook bij het debat over de WTCG en eerder over het CRK aan de orde is gekomen. En dit is dus ook een van de thema's dat zeker in de stuurgroep, waar alle betrokken organisaties bij zitten, daar verder besproken kan worden. Maar ik zeg u nog maar een keer, het CRK is afhankelijk van gegevens die door anderen in de keten, waaronder de Belastingdienst, worden aangeleverd. En dat kan je zo goed mogelijk met elkaar oplossen. Het CRK heeft daar ook haar verantwoordelijkheid genomen. En we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit soort problemen structureel worden aangepakt en ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Uw vervolgvraag. Ja, voorzitter. Ik wil graag weten of de staatssecretaris toch met VG-platform in overleg gaat om te voorkomen dat er wel degelijk ook mensen in financiële nood komen te verkeren. Alleen een betalingsregeling aanbieden lijkt mij daarbij onvoldoende. En voorzitter, de staatssecretaris gaat ervan uit dat de gegevens nu op orde zijn. Maar kunnen de zorgvragers er dus van op aan dat zij dit jaar niet nog een keer opnieuw met een foute beschikking geconfronteerd worden en alsnog weer een hogere eigen bijdrage moeten betalen? Voorzitter, de zorgvragers hebben ook geen boodschap aan fouten bij de Belastingdienst of een slechte aansluiting van de systemen. Ook wij als CDA-fractie niet meer. Deze staatssecretaris is verantwoordelijk voor de goede inning van de eigen bijdrage. En kunt u die garanderen? En heeft u hier inmiddels ook hierover ook afspraken gemaakt met de Belastingdienst en met het CRK? Concrete prestatieafspraken die niet meer tot dit soort fouten kunnen leiden. En tenslotte, voorzitter, veel fouten die ontstaan in onze ogen ook door de complexiteit van de eigen bijdrageregeling. Niet alleen voor de zorgvragers, maar ook voor ons als Kamerleden is de regeling moeilijk te begrijpen. Wordt het geen tijd om het bijdragebesluit zorg integraal te herzien en vooral ook te vereenvoudigen? Dank. Graag een reactie van de staatssecretaris.